Hallo, welkom bij deze korte uitleg over de webcam. Leuk dat je kijkt. Ik wil je in deze korte video even laten zien wat je wel en niet moet doen bij het gebruik van de webcam bij de online lessen. Zoals je me net zag spelen, kon je al mijn vingers zien, kon je mijn houding zien. Dat is altijd heel prettig als ik les aan het geven ben, dat ik dat kan zien. Wat heel erg vervelend is, is als ik vooral het plafond zie. Ik laat je dat even zien. Ik moet even de camera friemelen. Ik ga met de camera omhoog. Sommige leerlingen zie ik dit beeld en dan gaan ze spelen. Heel leuk, ik zie de leerling, maar wat die vingers doen kan ik niet zien. Wat nog een vervelendere situatie is, eigenlijk is deze van die leerlingen waar ik op deze manier tegen praat. Die heel aandachtig op het schermpje kijken, maar waar ik weinig van zie. Zo, moet die mooi terug. Voor de klarinet maakt het op zich niet zoveel uit of je naar die kant of die kant kijkt. Ik laat je zien dat het voor de fluit een ander verhaaltje is. De fluit, als ik fluit speel, en ik wil op die kant kijken naar de blad, dan moet ik heel erg ver draaien met mijn stoel. Nu heb ik een draaistoel, dat maakt dus niet zoveel uit. Maar ik zit dus eigenlijk bijna op mijn rug naar de webcam. Veel makkelijker is als ik het gewoon draai. Als ik gewoon de lessenaar in dit geval gewoon even aan de andere kant zet. Ik heb hem nu daar gezet, dit is nog de muziek van de klarinet, maar maakt veel niet uit. En ik draai. Nu kan ik de vingers zien. Kan verder ook alles wat van belang is. En ik zit ook met mijn lichaam direct goed. Als ik met de camera praat, zit ik ook gewoon in die richting. En fluit speel ook niet meer te draaien. Voor de saxofoon. Voor de saxofoon geldt natuurlijk hetzelfde. Zorg dat ik de vingers kan zien. Deze hand zit iets lager, dus we hebben iets meer ruimte nodig. Of ik moet de camera iets omlaag zetten, dat kan ook natuurlijk nog, ik heb nog een beetje ruimte. Zo. Ook hier is het prettig, als alle vingers. Door die kant op te kijken zie ik ook de onderste hand, die verdwijnt namelijk als ik naar de andere kant kijk. Als ik de andere kant op draai, dan verdwijnt die achter het instrument. Nu kan ik wel iets raden, naar wat ik hoor, maar dit is wat makkelijker. Dat was alles. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje.